Ik heb eigenlijk een heel specifiek moment waarop ik heb beslist dat ik activist wilde worden. En dat is toen dat mijn mama mij heeft meegenomen naar een vluchtelingenkamp in Calais, waar ik dus heb gezien met mijn eigen ogen hoe verschrikkelijk slecht het gaat met mensenrechten in de wereld. En hoe geprivilegeerd dat ik ben, dat ik mij over al die dingen geen zorgen moet maken. En toen heb ik eigenlijk beslist, ik was toen 14, ik wil activist worden. Ik wil niet dit zien en daar onverschillig mee omgaan. En dan daarna ben ik beginnen beseffen dat mensenrechten enorm gelinkt zijn aan klimaatopwarming en dat dat één verhaal is en dan ben ik dus ook klimaatactivist geworden. Nee, dat is interessant. Want er zijn denk ik twee enorme problemen op het ogenblik. Dat is een humanitair probleem, dat zie je in die vluchtelingenstromen, en een ecologisch probleem, het klimaat. En ben jij dus begonnen met het humanitaire probleem. Ja. En daar heeft het klimaatprobleem zich bijgevoegd, ja. Omdat het verbonden is met elkaar. Ja, want ik heb gewoon beseft dat de klimaatcrisis de grootste bedreiging is voor mensenrechten tegenover heel de wereld. De planeet gaat uiteindelijk wel overleven en er gaan heel veel diersoorten sterven en een groot deel van de mensen gaat uitsterven als we niks doen. De klimaatcrisis is een grote crisis voor mensen. En dus als ik iets wil doen aan mensenrechten in de wereld, zal het zijn door klimaatactivist te worden. Ja, het IPCC, dat Intergovernmental Panel on Climate Change, voorspelt miljoenen klimaatvluchtelingen voor de toekomst. Ja. In de geschiedenis van het leven op aarde is al 5 keer is die natuur met uitsterven bedreigd geweest. Ja. En nu, voor het eerst, doet de mens dat. En ja, als de temperatuur hoog wordt, dan kan het heel ver gaan. Dus bij mij was dat een heel specifiek moment. Maar ik weet niet of dat bij u ook echt een specifiek moment is geweest waarop dat u activist besloot te worden. Nee, dat geloof ik niet. Het is vanaf kleinkind af aan vanzelfsprekend geweest. En dat komt hoogstwaarschijnlijk door mijn ouders, vooral mijn vader. Was een stadsjongen, een dominee in een driedelig pak, een keurige meneer, maar hij hield zo van de natuur. Hij was altijd bezig om in de vensterbank de planten te verzorgen en wist de doodste cactus nog tot bloei te brengen. En dan ging hij naar de tuin en dan zette hij een kip op eieren, een broedse kip. En dat is zoiets moois als je dat ziet. Zo'n kip die wil dan op die eieren zitten. Gingen we er eens per dag naartoe, een beetje voer. En dan kwam die eraf. Even wat eten, even wat drinken, even een grote drol ver van de eieren leggen. En dan gauw weer terug om die eieren niet te laten afkoelen. En dan precies 3 weken later dan kwamen er kuikens uit die eieren. Ik weet niet, heb je het ooit gezien? Zo'n kloek met kuikens, dat is zoiets moois. Dat is onvoorstelbaar vertederend om te zien. Nou, zo ben ik opgegroeid. Dus bij alles wat ik deed, was het vanzelfsprekend. En als je zo bent opgevoed, dan... Ja, als je dan in de politiek komt, dan begin je meteen de natuur te beschermen. Nee, niet een moment. Het is altijd er geweest.